Welkom iedereen bij twee klote violen spelen in Tears of the Kingdom. Ik denk de hele tijd, nee, we spelen Breath of the Wild, maar nee, het is inderdaad Tears of the Kingdom. Nou, ik denk eerlijk zelfs als we Breath of the Wild hadden gespeeld, dat we veel meer story progression hadden gehad. Oh ja, welke story? Waarin wij een of andere zwijn killen. Oh die. Ja, ik ben op zoek naar Zelda's Memory, maar... Zelda's Memory, ja, oké. Okay. Probeer alleen de pool met water te vinden. Even kijken, hoeveel energy balls heb ik nu? 2. Ik heb 6 quark seeds, by the way. Nice. Ah, gevonden! Onderzoeken. Een memory. Alright, let's have a look. Even wat pijlen, hoppakee. Ganondorf. Oké. Is het de aanval van Ganondorf of is het de... Nou, je hebt Gerudo's in zijn nek, dus ik denk het wel. Oké, de aanval van ding. Hyrule zal zich gewonnen geven. Fucking dick. Oh my god. What the fuck zijn dat? Don't go to the Balduga's. Ja, die bos ken ik toch nog wel van Wind Waker. Oké. Heb je deze memory al gezien? Nee. Ja, ik heb de hele cutscene... van Tales of Kingdom heb ik al wel gezien, maar dat is een tijd geleden. Maar ik wist dat hij daar dat zou doen. Het ziet er echt gruwelijk uit hoor. Is je ook wel mis? Nou. Klinkt gek, maar dat geluidje op de shrine of iets in de buurt is. Ja, kan ik begrijpen. Wow, Raru heeft een derde oog. Oké, good to know. Oké, Raru doet een soort hyperbeam. Feit dat ik ook alles in Pokémon termen beschrijf, denk ik maar nu. Ja, ach. Even kijken, deze heb ik nodig. Ganon is Dorf's pose. Brute force will not be enough. Nee, brute force will not be enough, Ganon. The secret stone of the Sonai. Secret stone of the Sonai. Interesting. Ooh, I like this memory. Komt meer op dat ik actie heb. Ja. Ik hou van lore, maar er moet wel een beetje actie in de lore zitten. Shit. Oh mijn god, en dan zo het gezicht van Link's Awakening. Die afstand was te ver. Ik word er vanaf de Sky Island naar beneden staan stuk gaan, maar dat was net te ver. Moet je ook niet doen. Ja, dat vertel je me nu. Even kijken. Weet je hoe fijn het is om af en toe gewoon een jump te maken en dan met je glide... Oh mijn god. Waarom schrik ik me elke keer de tyfus van die bomen? Omdat je het niet verwacht. Jesus. Oh ja, vergeet niet af en toe rots hier en daar op te pakken, want daar krijg je dus een Koroks uit. Mm.
Even kijken, waar moest ik ook weer zijn? Oké. Oh, wacht, hier heb ik al. Heb jij ook bij dit altijd het gevoel van, maak ik eigenlijk wel progress? Consequent. Vind ik een mooi Jordi antwoord. Ja, maar dat is het ook. Je hebt gewoon het gevoel dat je geen klote aan het doen bent. Maar ja, dat is met deze al gewoon al heel erg snel. Ja, maar dat komt ook omdat we eigenlijk het weinig opnemen. Nou, deels weinig opnemen. Ander deel komt gewoon het simpele feit van... je zou eigenlijk moeten zeggen van oké, we volgen een walkthrough, maar ja, dan hou je ook al meteen de lol ervan af. Ik kan het zeggen, ik vind dit toch wel nog steeds wel dik. Het is allebei de andere kant op gaan. Ik ben wel bijna bij de volgende te horen. Mm-hmm. Dus ja, nee, het is inderdaad waar, je maakt niet heel veel progress mee aan de andere kant. Ik heb mensen gezien die letterlijk 20 uur met deze bezig zijn en nog niet eens één normale dungeon hadden gedaan. Nou, met dit hoe wij uitspelen gaat dat ook gebeuren. Ja, waarschijnlijk. Een bliksemvrucht. Ja. En welke tekening had jij net die... Ik had hem, Het was geen zwaard, of wel? Nee, het was een soort, visachtig of maanachtig ding. Ja, oké. Okay. Want ik ben nu een soort van zwaard aan het beklimmen. Ja, precies. En ik denk dat ik daarna misschien nog even één ding ga zoeken. Want ik markeer wel een paar dingen waarvan ik denk van... Hey, dat is misschien even interessant om mee te nemen. Ja, snap ik. Ja. Gevonden. Heb je ook een memory? Ik heb ook een memory. Nee, dat moet ik even onthouden. Dat jij dus ook in deze aflevering een memory krijgt. Mm-hmm. Ik vond het mooi dat wij in de vorige sessie allebei tegelijkertijd een memory hadden. Mm-hmm. Even kijken welke ik heb. Maar voor mij zijn er 16 memories of zo, dus... 16? Ja. Peggy 16. Ja, oh, ik heb God. Andere... Oké, bomen doen 1 hard damage. Mm-hmm. Holy fuck. Ja, ik heb de compleet verkeerde volgorde. Ik heb volgens mij nou een van de latere memories. Maakt toch een reet uit? Nee. Want er zit wel een volgorde in, maar ja. Ja, fuck dat. Ach jezus, het is weer zo'n kamp, zeker. Mm-hmm. Oh nee, dit is wel een kamp, maar niet... Wist je nog toen wij die Master Sword moesten inleveren? Ja. Ja, dit is de scène waarin zij hem krijgt. Oh, serieus? Mm. Dat is een goblin daar echt, dat dacht ik al. For fuck's sakes. Kut, sorry. Waar is de makkelijkheid in Zelda gebleven? Als je dat wil, moeten we terug naar Ocarina of Time of Between Worlds of Link's Awakening. Daar heb je je makkelijke dingen.
Weet jij toevallig waar je de ding voor je vlieger kan veranderen? Want, geen idee. Nou, dat denk ik misschien een beetje uit toevallig, maar ook niet. Nee. Nou, de volgende toren. Ik weet niet of ik deze ook in één keer heb of dat er weer iets moet gaan gebeuren. Uitrektoren Polpa, hoogvlakte. Zeg alsjeblieft dat ik niks hoef te doen. Het ziet ernaar uit ook wat ik moet gaan doen. Oké. Oh nee, de deur gaat gewoon open. Maar ik kan hem dus niet activeren, dat ding. Nee. Wat een gezeik. Het ding is dat knipper als de motherfucker. Help. Er zit dus iemand beneden in dat ding. Ja. Oh, daar is iemand. Jij, wat doe jij hier? Ach, wat doet het er niet toe? Kun je me misschien helpen? Wat is er? Nee. Ik ben in de val gelopen in de ruïne en nu zit ik vast. Alle gruwel was wel een ellende. Kun je schakelen als je daarop drukt, kun je me bevrijden. Zo ben ik binnengekomen. Ik smeek het je. Je wat tering aan het omlopen. Ben je niet goed? Godverdomme. Oké, welke herinnering denk je dat ik nu net heb gekeken? Nummer 1. Nummer 15. Oh, je bent bijna gast. Waar ben je naartoe aan het gaan? Nou, wil je het mooiste weten? Nou. Het is iets ten noordoostelijke van Hyrule Castle. Dus zo erg was het ook weer niet. Lekker man. Maar ja, ik moet toch wat exploratie gaan doen, dus. Ik mis mijn korok, maatje. Ach, jezus, waar ben je nou? Waar moet je heen? Ben je niet goed? Ben je wel lekker, een beetje bek? Even kijken, waar was die ingang van meneer? Zat er hier ergens mee moeten zijn, toch? Hamer met rotsblok beschadigd. Ontdekt. Opgraving Polpa hoogvlakte. Ik lees heet dat Plop. Polpa. Maar... van Plopsaland. Ja. Ik weet niet wat je met glimps van me kan, maar ik pak ze maar op. Waarschijnlijk glimmen. Een purple rupee. Nou, nu heb ik mezelf vastgegooid. Het zou leuk zijn als ik mezelf nu softlocked had. Dat zou ook weer typisch iets voor mij zijn, softlocken. Nee, ja, kut, godverdomme! Dat wil ik helemaal niet, verdomme. Dit is mogelijk op B in plaats van op A. Mm. Zo, zeg tot dat ding nu kan. Fixed. Ja, top. Oké, toren. En onderzoeken. En de volgende toren is unlocked. Gaat lekker. Mm-hmm. Zo te horen gaat inderdaad lekker, ja. Wat ik zeg, ik heb liever dat ik al die torens heb. Mm-hmm. Van heel de kaart in zicht heb. Ik zie ondertussen alweer een zeer mooie shrine. Ja, mooi. Zo.
Want dan kan ik die mooi doen en dan kan ik die sidequest gaan doen van Impa. Oké. Okay. Oh, ik heb Lake Hylia. Op mijn kaart. Nice. Oké, okay, nou, laten we kijken wat deze is. Oké. Okay. Wat is de bedoeling? Spelen met vuur. Ja, dat is inderdaad interessant, ja. Oké. Okay. Ja, ik zie het al. Nou, ik ben echt blij dat we allebei de andere kant op zijn gegaan. Mm-hmm. Ja, op zich. Had die guy hier ook gewoon een paal beet. Tempel van Yui-kun. Yui-kun? Yui-kun. Yui-kun. Yukaum, kaum, kuim, weet ik het. Simsalabim. Ja. Avada Kedavra. Die ja. Wat is dit? Meten is weten. Tempel van Yui-kun. Oké. Okay. Dat zal het bouwen zijn hier, hè? Nou, ik gok dat dit goed is. Jij gokt of jij weet? Nou, ik weet dat het goed is, want ik kom naar de overkant. Padabadabadabadam. Woyo. Gruwelijk. Oké. Okay. Zo. Even kijken, kan ik jou een duwtje geven? Nope. Even kijken. Een soort achtbaan dit waar ik in, waar ik op aan het rijden ben. Even kijken. Maak soort de aarde. Even kijken. Hoe de fuck gaan we deze doen? Even kijken. Deze is wel zwaar genoeg, of niet? Ja. Lekker man. Iemand weer iets geflikt wat het mag? Mogelijk. Even kijken.
Oké, doen we dit. Dit. Nou, kom op. Zo ingewikkeld is dit niet, Link. Dit is ook gewoon. Dit is ook eigenlijk gewoon bijna een stream qua stijl, dit. Oh ja, dat. Een sleutel. Oh mijn god, Harm. Oh, een speer. Dat kan natuurlijk ook, een speer. Ik vraag alleen af wat ik met dit spul nou moet doen. Ja, dat moet aan de overkant. Zover was ik ook wel, maar... Oh, wacht even. Ik heb hem al. Heb hem al. Ik heb deze puzzel ook al. Voel je soms af en toe ook dom? Nou, meer zo van... Ik zag niet waar ze willen dat ik mijn... ding opgooi. Mijn... Waar ik soms bepaalde dingen mee doe, dus ja, dan vraag ik echt af van, wacht even, hoe wil ik het doen? Dat dus. Nou, ik heb mijn achtbaan ontdekt, hoe die werkt. Het zal even duren voordat ik er ben, maar ik heb denk ik mijn achtbaan ontdekt. Ik ben een Jenga puzzel aan het maken. Oh, come on. Don't care. Ook al ziet het dom uit, het werkt. Ja, dat is het belangrijkste. Mm-hmm. If it looks stupid but it works, it ain't stupid. Maar echt. Wacht even, hoe werkt deze dan? Ja, helemaal goed, Raru. We gaan weer door. Ik snap het even niet. Zo. Nee, ik heb nu wel een bike gemaakt voor de lucht, maar het leukste zou het nog zijn als ik zometeen nog iets kan maken wat op de grond werkt. Maar ja, daar heb ik nog even momenteel geen. Dingen voor. Nou, ik heb ook alweer een nieuw dingetje gemaakt. Come on. Ik heb een homing. Nou, ik makkelijk maken zoals het gewoon is. Ik heb een Roomba gemaakt met een bliksemstraal. Een Roomba? Wat moet je daar nou mee? Nou ja, als bepaalde enemies zijn waar ik geen zin in heb, de Roomba erop afsturen. Oké. Okay. Ja, soms moet je niet moeilijker nadenken dat het in werkelijkheid is. Het is gewoon een Roomba. Oké. Okay. Even kijken, kunnen we hier naar binnen? Ja, daar is Impa dus. Ja, Prinses Zelda is er niet meer. Joh.
Nou, als het goed is heb ik deze shrine nu gehaald, als het mee zit. Laten wij meteen even gaan testen hoe of deze Roomba een beetje werkt. We zijn met een soort achtbaan aan het vliegen. Deze schijn kost gewoon valkuus uit. Het is geen moeilijke schijn, het is gewoon dat het veel tijd kost. Dat zijn echt klote schijns. Ja. Ik heb nu weer namelijk 4 lichtbollen. Dus je kan ook weer wat gaan doen. Oké, het idee was goed, alleen ik had de uitvoering was kut. Ja, de uitvoering was kut, want ik had hem verkeerd opgezet. Altijd fijn. Ik heb 9 Korok seeds. Dus het homede wel, maar het ging toch niet helemaal zoals ik zou willen. Zo, ik heb best een groot deel van de map al gefixt, zie ik nu. Van die dingen gaan we ook leren, hè? Van hoe je bepaalde dingen moet gaan maken. En dat is het mooie, al die gacha machines bewaren ook wat erin zit. Dus als je later moet gaan zoeken naar een bepaald iets, dan staat er gewoon in van, oh, wil jij die dingen weer hebben, of die zonai voertuigen, ga naar deze gacha machine. Dus dat is wel praktisch om te hebben. Ja, dat zeggen, dat is wel praktisch, ja. Alleen nu is de vraag, waar is Impa? Long gone. En Boko Drakenschild, dat is mooi. Eens even kijken of Impa hier is. Ach jezus. Zo. Oké, enemies geven het als je al zijn ze te ver van de basiskamp, geven ze het op. Ja. Good to know. Oh. Ik ben op zoek naar Impa, wat vind ik? Een tempel. Wat zei je nou? Ik ben onderweg naar Impa en ik vind een tempel. Ja. De Mayaushi tempel. Ik weet alleen of ik deze nog kan afmaken vandaag, maar we zullen zien als die al niet al te ingewikkeld is. Fuck, dat is de kant die komt met dat is kut. Zo, daar baal ik even van. Fuck. Even kijken. Oh god, hier is weer zo'n big guy. Ja, ik ben alweer onderweg naar de volgende toren, hoor. Ja, je bent goed bezig. Ja, hoe kom je door je tijd heen? Nou, gewoon, de toren is zo dus. Ik zie ook al de volgende fairy ding. Fairies gekregen heb ik nog steeds niet, maar dat gaan we vanzelf zien. Oh, oké, ik zie wat ik moet gaan doen. Ik zie ook de volgende stable. Oké, die enemies heb ik even geen zin in. Dat gaan we dus even niet doen. Jezus. Even voor jou een idee. Ik ben een puzzel aan het maken die voor mijn nichtjes gemaakt is. Kom again. Je kent toch wel van, oké, ik heb hier een blok. Maak dit blok precies zoals het is met de resterende blokken. Oh ja. Zoiets moet ik doen. Kansloos.
Maar ja. Waar ben jij mee bezig? Lopen. Ja, oké, prima. Dan zou ik zeggen, mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laat eens.